Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Michiel Otten met Wolf Berger Pinot Blanc. In de Elzas is het bedrijf Wolf Berger gesitueerd. Vlak in de buurt van de hoofdstad van de Elzas, Colmar. Wolf Berger, als je het vrij vertaalt, is het zoiets als wolvenherder. Is eigenlijk ontstaan doordat men vroeger de wijnboeren om de everzwijnen en wilde zwijnen uit de wijngaard te houden, probeerde om wolven te trainen, om deze te zorgen dat ze de zwijnen op afstand hielden, om te voorkomen dat de hele wijngaard in de vernieling ging. Inmiddels is Wolf Berger een van de grootste bedrijven binnen de Elzas, met meer dan 800 coöperatieboeren, die samen fantastische wijnen maken. Deze is een Pinot Blanc, met de naam Pinot Blanc Signature. En Pinot Blanc is over het algemeen fruitig, zacht, vriendelijk en lekker bij diverse maaltijden. We zullen hem eens eventjes gaan testen. Hij heeft een vrij bleekgele kleur, niet heel diep. In de neus fruitigheid, een beetje bloemen. En in de smaak een mooie, frisse, knisperende zuurgraad. Niet te hoog. Veel fruit, waaronder een klein beetje witte bloemen. Wat citrus, maar met name ook dingen als perzik. In de afdronk een licht zoetje erin. Wat bij de meeste Elzassers wel het geval is. Alleen niet zo hoog als bij de gemiddelde andere Elzas wijn. Als je dit zou gaan combineren, is dat heel lekker bij natuurlijk de Elzasser kiesjes. Maar denk ook bijvoorbeeld aan oosters eten, wat een beetje pittig gekruid is. Wat het kleine zoetje wat in deze wijn van de Pinot Blanc zit, compenseert en heel aangenaam samengaat. Ik zou zeggen, bij de sushi of bij het oosters eten, smakelijk.